en welkom bij de unboxing van Marvel Villainous. Je ziet hieronder staan Infinite Power. Dus deze editie van Villainous gaat over de verschillende slechteriken van het Marvel-universum. We zien hier eerst en vooral onze regels. Onze rulebook. We zien hier onze verschillende tokens die de slechteriken moeten voorstellen. Ik denk dat dit Hela is, bijvoorbeeld. Ik denk dat deze wel Thanos zal voorstellen. Ultron, als ik niet mis ben, of misschien zelfs deze. Voilà. Ik zet die allemaal mooi bij elkaar. Nog een soort standee token. Ik weet niet goed wat dit is. We zien hier verschillende characterboards. Dus Hela, Killmonger, Taskmaster, Thanos en Ultron. Allemaal in hun desbetreffende kleur, zoals je ze hier ook vindt. Zie ze. We zien hier verschillende kaarten. Stapel na stapel zelfs. Deze zullen waarschijnlijk eigen zijn aan verschillende personages. Dus redelijk dikke stapels. We zien hier één groot deck. Dit is gemaakt van karton. Dit zijn items. Dus in Villainous is het de bedoeling dat je als slechterik het spel wint, eigenlijk. Hier zien we nog enkele events. Ik ben even de goede hoek aan het zoeken. En dan zien we hier nog bepaalde effects en heroes, waaronder bijvoorbeeld Wonder Man. Broer of iets dergelijks van Wonder Woman. We zien hier een hoop tokens. Plus 1, min 1. En nog enkele afbeeldingen van slechteriken. We zien een soort kroes. En dan zien we hier onderaan verschillende guides om de slechterik te spelen. Bijvoorbeeld de eerste is die van Hela. Als je die wil zijn. Wat je hierbij moet doen en wat je strategie juist is. Ziezo, dit was de unboxing van Marvel Villainous.